Sports. Het is vandaag 31 mei, als ik het goed heb. Ik ben in het oude noorden trouwens. En het is hartstikke lekker weer. 19 graden. Deze tijd van het jaar is lekker. Dan is het gewoon lekker om je gezicht te warmen in de zon, zeg maar. En zoals je ziet, ik loop zonder jas. Het is echt lekker weer. En morgen mogen de kroegen weer open. En ik ben benieuwd. De anderhalve meter samenleving. En de horeca-eigenaren, die zijn er wel mee bezig hoor. En ik ga dadelijk even nog een paar opvallende dingen laten zien. Maar ik mis live muziek. Deze kroeg, het nieuwe vierkantje in het oude noorden ook. Wat ik er net even liet zien, dat was het rookhokje. Want alles is rookvrij hier. En sommigen hebben de uitzondering gehad dat ze hun rookhokje mogen houden. En nu gaat dat dus ook weg, omdat als je in het rookhokje zit en je zit helemaal in de hoek, dan kan er alleen maar nog één bij, anders haal je die anderhalve meter niet. Dus ze verwijderen het rookhokje maar en het roken is afgelopen in het nieuwe vierkantje. Dat is geen anderhalve meter. Maar ja, het is wel buitenlucht. Je loopt weinig risico. Nou, deze kroeg, die heeft een parkeerplek erbij. Niet om te parkeren, maar gewoon om twee tafels hier neer te zetten. Een terrasje, want waarschijnlijk omdat er binnen minder ruimte is. En de zomer komt eraan. En er is een verdenking, hè. En dat is misgelopen inkomen, doordat de tent niet draaide. Het allemaal terugverdiend worden. Yo, tell me how what we get started. Let down me for me play the boy full of fun. I told up a after strat. I can demo, I can lick off his arm. Deze lijntjes hebben hartstikke pech. Zij mogen pas 1 september weer beginnen. En dit is een groep, de groep sekswerkers, die 0,0 steun krijgen van de overheid omwille van gederfde inkomsten. Dus misgelopen inkomsten, ja, door de anderhalf meter maatregelen. Dat is gewoon kriebelig.
geen inkomsten hebben. Het is gewoon sinds afgelopen jaar is prostitutie weer illegaal. Niet omdat het verboden is geworden, maar wil jij legale business doen in Nederland, dan moet je een boekhouder hebben. En nu komt het erop neer dat als jij je diensten als boekhouder aanbiedt aan een sekswerker, dat je strafbaar bent. Dus sinds kort is de Nederlandse overheid, de Belastingdienst, geen pooier meer. Fire, my biggest fit go for one of them. The one lamp on me fell, the don't want the king. Recording in model, the bad of them. The one boom ring ML, the flooding. Fire, my biggest fit go for one of them. The one lamp on me fell, the don't want the king. Recording in model, the bad of them. The one boom ring ML, the flooding. The one boom ring ML, the flooding.